Op Agritechnica staat bij BVL een nieuwe Maximus zelfrijden. Uitvoeringen met 1 of 2 vijzels van uiteindelijk 11 tot 21 kuub. Hierachter staat de 15 kuper. Belangrijkste verandering bij deze Maximus is dat er een nieuwe motortechniek op zit. Die voldoet nu aan de Stage 4 normen en zal straks met wat softwarematige veranderingen voldoen aan de Stage 5 normen. De motor komt niet meer van Cummins, maar van FPT. Dat betekent voor de eenvijzelige machine iets meer techniek, katalysatoren, AdBlue. Daardoor zit meer motortechniek rondom dat motorcompartiment. Wat niet meer mogelijk is bij deze eenvijzelige machine, is een dwars afvoerband in het midden, alleen nog aan de achterkant. Seco, Italiaanse fabrikant van voermengwagens, komt met een elektrische voermengwagen, zelfrijdend, niet zelfladend. Geen batterij, maar een hele lange kabel van 40 meter. De machine is 11 kuub, twee platliggende vijzels onderin. Daar kan je ongeveer 50 koeien mee voeren. Het idee is, je vult deze machine buiten de stal met je voorlader of verrekker. Eventueel met krachtvoer vanuit silo's die op een goede plek moeten staan. Je bent immers niet heel mobiel, hij zit aan een kabel. De kabel is 40 meter lang, dus voor een stal met 40 meter lengte past dit als je erfinfrastructuur daarop ingericht is. Wat kost het? Dit kost maximaal, zeggen ze hier bij Seco, 80.000 euro. Bij Varesin, Italiaanse fabrikant van verreks en voermengwagen, staat een elektrische verreiker. 6 meter, 2,6 ton. Met een hele grote lithium-ion batterij onder de motorkap. Twee elektrische circuits. Eén voor de hydraulische aandrijving van de mast. De wielen, de tractie, is direct elektrisch aangedreven. Er kan een snellader bij. Dan kan die in minder dan 1,5 uur worden opgeladen. Een normale lader heeft 12 uur nodig. Twee batterijpacks zijn beschikbaar. 300 en 400 ampère. Voor praktisch 4 tot 6 uur werken. Hij staat op de lijst voor 100.000 euro. En volgens de Italianen betekent dat die in de praktijk voor 65.000 tot 70.000 euro te koop zal zijn. Voor maximale bodemvolging bij harken stapt Puttinger van een wielstel af. Er komt een soort slof onder die hark. Die is voor de dubbele hark 842C. Die vervangt het wielstel onder de rotor. Overal zit die slof zo dicht mogelijk bij de harktanden. En zo denkt Puttinger ook in moeilijke situaties, nat, onregelmatige percelen, met maximale bodemvolging te kunnen harken. Als het gaat om voederwinning worden we vooral verrast bij Elro op de Agritechnica. Hier staat een alternatief voor de hakselaar. Een pick-up die opklapbaar is. Een sneldraaiende pick-up met daarachter twee vijzels. Die brengen het glas naar het drie invoerrollen. En van daaruit naar een hakseltrommel, zoals die ook in de hakselaar zit. De pick-up is voorzien van sensoren of harde materialen. Dus in een vroegtijdig stadium wordt de boel stilgelegd als er een steen of metaal in de machine komt. Er is tevens een combinatie met een getrokken container, een kiepende container, zodat met één machine geoogst kan worden en gestort kan worden. Dan heb je het over de trailed version, hier hebben we de wagon version.